Kevin. Daar is hij weer. Oh, ja, gewoon door. Goed, hè? Jongen. Goed. Mooi. Beetje buiten. Niet ja, lekker, hè? Ja. Heerlijk. Kijk, Alex staat de beunhazen. Ik hou ook van jullie. Maar ik had gisteren jouw aanhanger, die wilde ik eigenlijk even afspuiten. Maar de lak zit er zo slecht op ja, dat ik het dus niet gedaan heb. Want ik scheelt mij schuren. Oké, okay, nou, nee, nou ja, dat was even een dilemma gisteren waar ik tegenaan zat. Ik was bezig met een spuitadresje om hem over te laten spuiten. Ja, dat vertelde je. Waar is Dennis? Ja, geen idee. Had er weer geen zin in. Aanhanger spuiten. Ja. Deze begint ook een beetje te verpoederen. Ja, ik zal straks met Frits overleggen. Die van ons die begint ja, dit soort dingen. Hè. Ja. Kijk, en je ziet ook hier aan het logo. Ik bedoel, die sticker is ook enigszins. Ik probeer nieuwe te krijgen, maar die zijn niet meer. Alex, dat schoonmaken van die sticker dat gaat niet helpen hoor. Nee, nee, dat wordt het niet, Alex. Besteed je energie liever goed. Vincent, mooi werk! Ja, we hebben gisteren ook al het een en ander gedaan. Oh ja? Heb je niet gezien? Oh, de kop. Als een boom. Oh, oh, oh. Dank u. Ik heb hier het bewijs, Frits. Dankjewel, Ralf. Ja, toch maar op. Ik heb er niet op gevlogen dit jaar, maar. Ja, dan ben je. Dan zou je goed bij die groep passen die wel daarom schoon maakt, maar niet op vliegen. Dus, hoe is het met de controle vandaag? Ja, goed. Oh jee. Ja? Dat is een hoog vliegtuig. Gaan we deze toch maar. In 15 beelden per seconde of zo, of heel weinig. En dan einde van de dag zie je van. Weet je. Morgen op. Ben jij nog sterk? Ben jij nog sterk? Of hier van dingen? Ja. Hallo. Nou, dat vind ik altijd heerlijk. Gaat de hele hangar leeg, Adi, even nu. Gaat de hele hangar leeg. Wat zeg je? Gaat de hele hangar leeg. Nee, de P3 blijft staan. Hey, er kan geen envelop meer tussen. Zo krijgen we krassen. Let me judge that. Ja, het strakker wordt het niet. Nee, dit is strak. Het bleek uiteindelijk mee te vallen. Oké. Okay. Dus. Ja. Okay. Ja, dat is wel het belangrijkste. Daar denk ik goed om. Nee, check.
denk ik waarschuw je alvast. Ja, Sander zo organiseren. Ja. Nee, leuk. Ja. Mooi man, hoe gaat het met de studie? Goed, ik heb gisteren... Ja, maar het komt omdat hij waarschijnlijk bij die boom gestaan heeft. Dat denk ik ook, ja. Maar ja, wil je dit goed krijgen, dan moet je echt gaan poetsen met commandant of weet ik veel. Want laten we niet flauw doen, hij is een tikje groen, zeg maar. Ja. Ik word aangevallen. Je lens is een beetje vies. Ja, daar wordt hij schoner van, denk ik. Wil je niet laten zien dat ik aan het werk ben? Dat is niet goed, hè? Hier wordt gewerkt. Hard gewerkt. Ik zeg niks. Bluf, durft u niet? Dat durf ik niet te zeggen hoor. Ik ga dat niet zeggen, dat is mijn vulteling. Wat kost dat ding? Ja, Frits, ben je het aan het overzien? Ik ben van de algehele coördinatie, dus dat gaat helemaal goed komen. En voor de rest loopt het wel, hè, toch? Ja, dat denk ik wel. Met de kubels op de achtergrond. Mooi, hè? Ja. En ook de details, hè? Ai. Ik zie hier een detail wat overgeslagen is. Hier nog een detail. Ja, maar er komt nog een tweede ronde, hè? Begin aan het volgende seizoen. Ja, maar kijk, ik doe het met hoge drukspuit, kijk, dat meestal wel schoon. Ja, dan ben ik bang dat ik het een en ander open spuit. Er wordt hier gewerkt. Frits, dit leggen we vast, hè? Dat begrijp je wel. Ja, draai het. Ja, Alex werken, dat is niet zo bijzonder. Maar Frits, dan moeten we toch even vastleggen, vind je niet? Jij zou ook eens kunnen werken in plaats van alleen maar met dat ding rond te lopen. We zijn hier gisteren bezig geweest. Eigen aanhanger laat hij doen. En voor de club. Ja, die ramp die moet je inderdaad zo snel spuiten. Deze kan ook. Wou jij aan onze aanhanger vandaag nog wat spuiten? Want ik heb hem dus met sop gedaan vorige week. En gisteren heb ik hem nog even met een kleine hoge drukspuit gedaan. Ja. Ziet er van mij betreft prima uit. Maar willen we hem nog poetsen, schuren, whatever? Of laten we het wat is? Ja. Sprak hij vol overtuiging? Ja, ik ben notuleren, hè. Dus, Oké, daar ben je altijd klaar voor. Ja. Ik zou ook een bandje mee laten lopen. Videocamera erbij, geluid erbij, heb je alles. Oh ja, dat is een goede tip. Ja. Oh ja, gewoon met de telefoon. Voorbeeld. Ja, weet je, als je de kern maar hebt. Je moet ook niet alles willen. Het zijn geen beursgenoteerde organisatie. Ik zie Frits de begeleiding doen van onze aan. Oh, die moet ik bij zijn. Alles voor het nageslacht, hè? Ach ja. Maar een beetje positief. Helaas, man. Gaat het goed? Gaat het naar je zin? Nou, als... Ja, hier komt niet echt op de kaart. Ja, dan kan je ook nog misschien lukt het, Karel? Of ben je niet zo goed? Oké, dat lukt er niet.
Hij is nu getest. Hij is al lang genoeg. Hij is al lang genoeg. Ik zie wat afschuimwerk, jongens. En dat doen we allemaal.